En de Suriname Chef Associatie, SCA, heeft in het weekend een fundraising cookout georganiseerd. De chefs zijn aan het fundraisen voor deelname aan het Eat Brussels Festival, dat van 5 tot 8 september in Brussel wordt gehouden. De cookout was gehouden in de ingang van de Bakkapassi bij de Palmentuin. In het kader van de stedenband tussen Brussel en Suriname heeft Suriname een uitnodiging ontvangen om te participeren aan dit culinair festijn, zegt Wilco Venisi, directeur van het ministerie van regionale ontwikkeling. Paramaribo heeft het nodig geacht om dan in dat kader een samenwerking aan te gaan met de Suriname Chefs Association. Omdat zij eigenlijk de deskundigen zijn op het gebied van het culinaire uitdragen van Suriname. Dus wij zien vanuit het ministerie en natuurlijk ook de districtcommissariaten van Paramaribo, zien wij de Chefs Association, Suriname Chefs Association, als de ambassadeur van Suriname als het gaat om het culinair gebeuren van Suriname. Wat houdt de samenwerking tussen Brussel en Paramaribo in? Nou, de samenwerking is heel, heel ruim. Op dit moment hebben wij dus alvast dit evenement dat een stukje ook cultuuroverdracht betreft. Maar er zijn ook andere gebieden, zoals op het gebied van onderwijs, op het gebied van erfgoed, op het gebied van toerisme, op het gebied van bestuurlijke ondersteuning. Eigenlijk is het zo breed mogelijk gehouden, waarbij dan nadere invulling, dus indieping eigenlijk kan plaatsvinden op basis van de interesse van wederzijds Paramaribo en Brussel. Venisi zegt verder dat naast het Eat Brussel Festival er ook een officieel bezoek gebracht zal worden aan het bestuur van Brussel. Naast de chefs gaat er daarom ook een delegatie van het ministerie mee, onder wie afgevaardigden van het commissariaat Noordoost en Zuidwest, zegt de directeur. En die delegatie zal dan gesprekken voeren in Brussel met counterparts om vooral te kijken hoe er concretere samenwerkingsverbanden of samenwerkingsovereenkomsten kunnen worden bewerkstelligd. We denken bijvoorbeeld aan een variant van Eat Brussel ook te introduceren in Suriname. In feite is al een voorproefje daarvan gegeven vandaag, waarbij Tissistrana vandaag geïntroduceerd is. Dus we willen dan ook dat bespreken met Brussel, te kijken hoe zij ons technische ondersteuning kunnen geven op dat gebied. Maar ook hebben we al afspraken lopen met Brussel om te kijken hoe zij ons kunnen ondersteunen om het decentralisatieproces of decentralisatie gebeuren. Te helpen evalueren, want zoals u weet bestaat Suriname uit gedecentraliseerde overheden. En er is een strategie, er is een programma enkele jaren terug uitgevoerd. Maar vanuit de overheid is er nog niet echt geëvalueerd wat het effect is, hoe het overgekomen is op de samenleving. Als het nou wel werkt, goed werkt zoals het beoogd was of niet. Dus we hebben Brussel gevraagd, aangezien zij toch wel ook soortgelijke bestuursvormen hebben. Als zij ons middels een technische ondersteuning kunnen helpen om die effectiviteit van de decentralisatie te helpen meten. Wilco Venisi, directeur van het ministerie van regionale ontwikkeling. Wij spraken hem afgelopen weekend tijdens de fundraisingsactiviteit van de Suriname Chefs Associatie. Ze zijn uitgenodigd om te participeren aan het Eat Brussel Festival dat van 5 tot 8 september wordt gehouden in Brussel.